Goedemiddag, ik ben Pascal Brakman van Rootju en ik kom graag iets vertellen over onze infrastructuurstudie die we samen hebben opgezet met Sizing Servers en gesubsidieerd door Agentschap Innoveren en Ondernemen, waarvoor onze hartelijke dank nog eens. Ik ga de titel van het verhaal straks duidelijk maken waarom dat het long neck, long tail noemt. Maar ik ga beginnen met eventjes kort te schetsen wat Rootju is, zodat jullie een context hebben van wat wij doen. Wat is onze specifieke problematiek rond big data en big community? Waar zit die problematiek waardoor we terechtgekomen zijn bij Sizing Servers? En als laatste stukje ga ik een inleiding geven tot die haalbaarheidsstudie. Wat gaan we daar precies onderzoeken? Voor de resultaten ga je de volgende keer moeten terugkomen, want we zijn volop bezig. Laat me beginnen met de context te geven van Rootju. Rootju is een Gents bedrijf en dat is onze context, geestig als beeld. Maar dus we zijn bezig met recreatieve routes. Dus we hebben een platform gebouwd waar mensen zelf routes kunnen uitstippelen, delen met elkaar, op smartphone zetten, op GPS zetten en alles wat daar rondhangt. Recreatieve routes, dat slaat zowel op wandelen als fietsroutes, als kano-routes, als het maar buiten is. En als het maar recreatief is. Wat is de context en waarom doen we het? Wat was onze visie? Wel, 20 jaar geleden, toen ik nog student was, het is al langer ondertussen, dan dachten we van we hebben experten en die experten die kunnen met data om en het zijn bij die experten dat je moet terechtkomen om uw data te laten maken. Vertaald naar onze toeristische toepassing van het zijn de GIS-experten die de digitale routes zullen maken en we hebben in de laatste 20 jaar gezien dat daar een enorme revolutie gekomen is, want al die technologieën die vroeger bij de experten zaten, die zitten nu bijna in uw smartphone. Dus iedereen is in staat om routes, GPS'en op te nemen, om informatie te maken. En onze visie was ook van, we willen die mogelijkheden bij de eindgebruikers brengen, bij de partijen die de kennis hebben van recreatieve routes, niet bij die technische experten. Wat zijn we gaan bouwen in ons platform? We zijn die cyclus gaan bouwen in ons platform. En de recreatieve cyclus, dat gaat in dat je begint met de voorbeleving van die recreatieve routes. Als je morgen zegt van ik wil naar Amsterdam, dan is je eerste vraag van waarom zou ik naar Amsterdam gaan? Welke route wil ik wandelen? Hoe overtuig je mij om specifiek die route te maken, te nemen van de VVV of iets anders? Het zit allemaal in die voorbeleving. Ook zelf van ik vind geen enkele geschikte route, ik wil die zelf gaan maken, want we gaan op stap gaan met een aantal mensen, dus ik wil ze op maat gaan maken. De volgende stap is van ik ga effectief op stap, dan moet ik een middel hebben om die route te kunnen afwandelen. Traditioneel was dat de GPS, vandaag is dat meer en meer de smartphone aan het worden, maar een groot deel van onze gebruikers gebruikt nog altijd simpelweg een kaartje. Je kunt het je niet voorstellen in deze tijd, maar kaartjes afgedrukt werken nog enorm sterk. Dan de volgende stap is, als je dat gedaan hebt, dan wil je een nabeleving van die route. Je wil opmerkingen geven, je wil zeggen hoe fantastisch het was of dat er een paaltje werd gemist. En degene die dit gemaakt heeft, de toeristische dienst bijvoorbeeld, die verantwoordelijk is, die wil dat ook graag weten. En dan zit je als laatste blok in de analyse van de routes. Stel dat we dus 200 gemaakt hebben, of we hebben een knooppuntennetwerk gemaakt, zoals de toeristische dienst van Oost-Vlaanderen. Langs waar fietsen nu al die mensen? Hoe wordt dat nu gebruikt? Zijn onze toeristische routes van fietsen populairder dan die van wandelen? Dan zit je in die laatste fase. Dus dat is heel die cyclus. Maar laten we eventjes kort een demo geven in 3 minuten van wat daar bijvoorbeeld achter zit. Ik moet mij... Hier beginnen, dus dat is de startpagina. Ik ga de demo geven van laten we naar Amsterdam gaan. We willen daar gaan wandelen en vanuit Rootju gaan wij zeggen van wij hebben een aantal aanraders. Hier zit al een zwaar technisch probleem achter, want we hebben 4 miljoen routes zitten. Uit die 4 miljoen routes moeten wij een selectie maken van welke aanrader wil jij nu. Dat is niet toevallig wat hier naar boven komt, want we hebben veel community routes zitten die door Jan en Alleman gemaakt worden. We hebben ook veel professionele routes zitten. Dus daar zit een kwaliteitssysteem achter.
Wij stellen een route dan voor aan de hand van een profiel, een achtergrondkaart die je kan gaan selecteren, zodanig dat je in die voorbelevingsfase overtuigd wordt van is dit nu een leuke en geschikte route voor mij? Daar gaan wij dan bezienswaardigheden bij zetten met foto's en video's en multimedia, zodanig dat je overtuigd wordt van is dit nu wel een leuke en geschikte route? Waarschijnlijk wil je ook weten van hoe lastig is die route? Amsterdam gaat nog meevallen, maar als je naar de Ardennen gaat van hoeveel hoogtemeters heb je, daar gaan wij ook statistisch analyses gaan doen van hoeveel meters moet je klimmen, hoe lang zijn ze, zodanig dat we u daar een informatie kunnen geven. We kunnen ook terugvallen op de community die dan feedback geeft over die routes. Dat zal de community zijn die iets vertelt over die route die je kan raadplegen. Of wij zelf gaan ook analyses gaan uitvoeren op die route om u een neutrale kijk te geven op die route. Uiteindelijk ben je dan overtuigd om die route gaan af te leggen en dan kunnen we dat laten afprinten. Dat is nog altijd meer dan 30% van onze gebruikers doet dit. Of we kunnen dat naar smartphones sturen, zodanig dat het hierop terechtkomt en dan moet je maar eens proberen. Een andere stap is het maken van routes. Laat me dat demonstreren, want dat komt straks ook terug. Als ik een route wens te maken, dan ga ik een voorbeeldje nemen dat ik hier bijvoorbeeld in de buurt van Aalst, ik ga een routesuggestie vragen, ik ga lui wezen, ik ben een racefietser en ik wil uit in Haaltert vertrekken en ik wil graag, ik voel me sportief vandaag, 111 kilometer fietsen en dan gaat die via een algoritme gaan zoeken wat is nu 111 kilometer leuk om te gaan fietsen. Ja, een beetje aan twijfelen. Dus hij gaat daar dan leuke fietswegen gaan uitstippelen. Ik ga hier eventjes via Google kijken. Dus wij gaan analyseren van welke wegen zijn er relatief verkeersvrij. Als je een racefietser bent, dan wil je niet te veel links-rechts gaan. Je wil graag liefst via autovrije wegen, maar als er geen zijn, dan gaan we die gaan compenseren. Dus die algoritmiek die draait op onze servers. Ik ga nog eventjes de route opslaan. Je moet hier normaal een deftige titel geven. Ik zou ook een iets mooiere beschrijving kunnen geven. Ik ga die route opslaan en als we die route opslaan, dan gaan er allerlei zaken gaan gebeuren op de achtergrond. Bijvoorbeeld een hoogteprofiel gaan berekenen, hoe lastig is die route nu. En dit duurt al lang, wat ons bij ons project brengt. Ik kan hier ook nog vertellen van plaatsen 30 points of interest langs mijn route. En ik ga ondertussen al eens naar de route kijken. En die 30 points of interest komt straks bij ons project terug, want die 30 points of interest, ik zou die graag binnen de halve seconde hebben. Hier doen we het nog in een postproces. En wat je hier al krijgt is een hoogteprofiel. Je hebt hier al die statistieken van hoe lastig is die route. Je ziet dat ze al lastiger is dan die wandelroute. Dus het is 87% lastig. Dus dat wil zeggen, statistisch zijn er 23% of 13% routes die nog lastiger zijn dan dit. Ik ga eens refreshen, want ik denk dat ondertussen ook de points of interest zullen verschenen zijn. Dat is van SRTM, dat is een hoogtemodel dat de NASA ooit heeft gemaakt. Dat gaan wij gaan gebruiken. En de points of interest, dat komt uit onze community partnerships van Jan en Alleman. Je zal dat zien dat er altijd bij staat van wie is de auteur achter die informatie. Dus op een paar seconden heb ik dus een rijke route met informatie. Wat ook leuk is, is dat wij hier ook een analyse uitvoeren, maar die is nog aan het lopen, van hoe lastig, hoe goed is die route nu die jij gemaakt hebt, over hoeveel fiets, ja hier heb je ze, hoe geschikt is deze route nu over de weg, hoeveel kilometer verharding zit erin, het is een racefietsroute dus dat moet 100% zijn, hoeveel fietspaden neem je, ga je over kasseien, is het drukverkeer of is het minder drukverkeer, zodanig dat je geïnformeerd wordt over die route. Die data kan je nu ook bij de smartphone van de gebruikers? De tracks bedoel je, ja dus dat is het. In uw smartphone zit geen. De meeste smartphones hebben geen barometer. Sommige wel, maar dat zijn al de geavanceerde. Dus daar kunnen we het niet uithalen. Ik heb zo'n loop-app en die vertelt mij ook als ik een bepaalde route zou lopen heb, hoeveel is. Maar ik vermoed dat hij dat doet via achterliggende data, niet via de barometerchip in uw toestel. Ja, dat is heel nauwkeurig, want GPS-satellieten die zijn eigenlijk
een exact x, maar geen z. Dus je gaat zien dat op de z-waarde meestal een fout zit van ongeveer 20 meter, terwijl op x, y zit het al rond de 3 meter of minder. Maar de volgende versies van GPS en de Europese versie daarvan, dat wordt allemaal veel beter. Maar het is nog zeker niet op niveau, want barometers zijn eigenlijk de beste. Die gaan vandaag al op 50 centimeter nauwkeurig. Dus ik heb al smartphones gezien waarbij als je dit doet, dat je een andere waarde krijgt. Dus dat wordt allemaal heel nauwkeurig. Volgende stap, wat is onze uitdaging? Waarom kwamen we bij sizing servers terecht? Ga ik een van onze medewerkers zijn videootje laten afspelen. Die heeft eigenlijk de heartbeat laten zien van de community op Routio. Het is volledig Vlaanderen. Dus elke route die je ziet, is iemand die een route op de site zet. Dat kan zijn omdat hij ze afgewandeld heeft, opgeladen heeft, of omdat hij ze uitstippelt. En met al die informatie komen we nu tot ruim 4 miljoen routes en meer gebruikers. Dus je zal zien, met die informatie, dat is enorm rijk voor ons, want die mooiste routering die ik daar juist liet zien, van als ik zeg van start hier en doe eens een leuke racefietsroute, gaan wij gebruik gaan maken, enerzijds van weten wij iets van die weg, van is dit een autovrije weg, gaan wij anderzijds gebruik gaan maken van professionele partijen zoals Toerisme Oost-Vlaanderen, hebben zij hier een knopend netwerk langsgelegd. En de derde bron van informatie is onze community. En daar staan we uniek in, omdat ja, het is onze community, wij weten die informatie, wij proberen die te capteren en toe te passen op onze routering. Zo maken wij bijvoorbeeld ook kaarten voor Garmin, dus die komen bij ons om te zeggen van hier is de topokaart. Ik kan al veel met die topokaart, maar kan je mij zeggen van langs waar het leuk fietsen en wandelen is. En dan gaan wij die 4 miljoen community routes daar gaan openten. Daar is het natuurlijk belangrijk dat we nog veel meer van die routes krijgen, dus dat het nog veel sneller gaat. Die community moet groeien en komen bij ons project terecht van wat zijn nu de grote uitdagingen. De grote uitdaging is ten eerste dat we enorme piekmomenten krijgen. Dit is bijvoorbeeld de curve van zondag 14 augustus. En dit is de curve per dag van het gemiddelde gebruik. Dus je ziet op bepaalde momenten, op zondagen om tussen 10 en 11, gaan we allemaal gaan wandelen en fietsen of we gaan dat gaan voorbereiden. Dat is een piekmoment waar wij moeten mee leven en wij naar onze klanten die ons ook gebruiken, bijvoorbeeld Toerisme Limburg, veel toeristische partijen, zetten op hun website onze functionaliteit. Wij moeten ervoor zorgen dat dit natuurlijk behapbaar blijft. Dus daar is de vraag van hoe blijven we dat doen. Een tweede is, we hebben plannen om nog veel meer te groeien. We zitten vandaag ongeveer met 12 miljoen bezoeken per jaar. We zitten dit jaar op met een 30% groei naar sessies en 40% naar pages. En dat moet nog sterker vooruit gaan. Dus dat wil zeggen dat dat videootje dat je daarnet ziet, dat dat nog veel sterker gaat worden en dat het nog allemaal performant moet blijven. Het zwakste plek is daar niet gemiddelde, de zwakste plek is die piekmomenten. Zoals we ook bij global warming weten, het is niet moeilijk om de zeespiegelstijging van 2 centimeter op te vangen. Het is moeilijk om bij een storm dan dijken te bouwen. Het is net hetzelfde, onze storm is zondag voormiddag. Daar ga je zien dat die pieken nog veel meer worden en daar moeten we snel kunnen op reageren. Wat is nog onze uitdaging? Die content die gemaakt wordt, dit is de evolutie sinds we gestart zijn van het aantal routes van wat wij op ons platform hebben. Je ziet van, ik ben gestopt. Ik heb nog geen nieuw kaartje gemaakt, maar we zitten ruim boven de 4 miljoen. Dat moet nog veel meer worden, want dat is belangrijk voor ons, omdat wij op die manier die dynamische kaarten kunnen maken en die routering. Wat heeft dat met longtail te maken? Als je een grafiekje uitzet van hoeveel routes worden er slechts één keer bekeken en hoeveel routes worden er meer dan 500 keer bekeken, dan krijg je zo een longtail effect. Wat wil zeggen, je hebt een totale andere dynamiek dan bijvoorbeeld de Gazet van Antwerpen of Nieuwsblad. Die zegt van ja, als ik vandaag een artikel schrijf, dan komt iedereen dat artikel lezen. Mag nog 20 miljoen mensen komen kijken. Dat hebben wij niet. Als wij 20 miljoen mensen hebben die komen kijken, dan belanden ze meestal hier. Dat wil zeggen, altijd een andere route. Dus je klassieke caching mag je in de vuilbak gooien. Ze doen telkens iets anders. Dat is ook ons sterkte. En dan kan ik u een boekje aanraden van Chris Anderson, The Long Tail. Moet je absoluut eens lezen. Het is eigenlijk een standaard document voor iedereen die met internet, data en applicaties bezig is. In 2004 heeft hij onderzoek gedaan voor Wired. Hij was een
editor van Wired, was hij gaan zoeken van waarom is Amazon nu zo succesvol. Het heeft te maken dat Amazon op de longtail sprong. Simpelweg gezegd, van Amazon kon boeken aanbieden die maar één keer per jaar verkocht werden en daar nog business rond draaien. Fnac kan dat niet in de Veldstraat wegens de kost om zo'n boek te stockeren. Amazon kan dat wel. Hij kwam tot de conclusie van dat is een fantastisch businessmodel dat alleen maar mogelijk is, voornamelijk mogelijk is in de internetwereld. En dat is voor een stukje waar, maar ik wil direct ook een ander boek aanraden van Gary McGovern, die helemaal zegt van nonsens die longtail, want je hebt daar toch nog een enorme kost van. We hebben beiden ervaren en vandaar dat we bij ons project terechtkomen. Dus als je twee contradictorische boeken wensen te lezen daar rond, dat zijn mijn twee aanraders. Wat is ons nog een doel en uitdaging? Hier heb je een distributie van waar komen onze bezoeken van. Onze business case hebben we denk ik al bewezen in België en Nederland. Dus in de Benelux staan we goed. Je ziet dat daar ook de meeste bezoekers van komen. Maar we zijn nu hard aan het werken om zo succesvol op zijn minst te zijn in Frankrijk, Duitsland. Maar succesvol in de betekenis van evenveel relatief bezoekers uit Frankrijk en Duitsland. En dan weet je dat dit maal een factor 4, 5, 6 op zijn minst moet gaan dan vandaag in de Benelux. Dus stapte ik naar die twee jongens en zei ik van, gaat dat spel hier blijven draaien? Dat is Pieter en Niels. Gaan ons infrastructuur dat aankunnen? Zij kwamen al regelmatig naar de Tetra-lezingen. Daar kwamen ze met dit schema terug. Dan zeiden ze van, ja, eigenlijk zitten we met ons basis, core, in een Postgres SQL-omgeving, waar niks meer mis is. Fantastische omgeving. Maar die zit in dit domein. Als je moet kiezen tussen toeters en bellen, features die je kan met een database, versus de snelheid van de database, versus veel volume aankunnen, dan zit je voornamelijk in die sector. Waarom dat wij Postgres voornamelijk genomen hebben, is spatial. Het is u al opgevallen, we zitten vol met kaartjes en XY-coördinaten. Spatial is een essentieel deel bij ons. En Postgres had daar en heeft daar nog altijd fantastische toeters en bellen. Maar niet als het over fantastisch veel volume gaat en niet als het voor heel snel gebruik gaat. Daar zit het wat vast. MySQL hebben we ook nog een stukje, zijn we aan het uitfaseren. MySQL had een spatial oplossing, maar is ondertussen helemaal in het slop verzeild geraakt. Even terug. Ja. Pieter had al een analyse gedaan van wat zijn de mogelijkheden. Elasticsearch kwam daar bovendrijven als een heel waardevol of mogelijk interessante omgeving voor big data. Een van de doorslaggevende argumenten, Elasticsearch heeft ook een spatial data layer, of een spatial aspect dat heel krachtig is. Maar ja, wij zijn daar geen specialisten rond. Dus kwamen we terecht bij een studie. We zeiden van ja, we moeten dit verder gaan uitspitten. En zo hebben we samen een studie opgezet met Flyo en met bekostigd door Flyo en Sizing, en samen met Sizing Servers. Voor mensen die het concept studie versus project niet kennen, kort samengevat, corrigeer mij. Bij een studie is het de bedoeling om initieel te zeggen van ja, dat is mijn vraagstuk en te onderzoeken van zou dit een mogelijke oplossing zijn om dit te gaan doen. Dit is korte termijn, binnen de paar maanden is de bedoeling om daar dan die resultaten te hebben. En de resultaten die moeten we binnen een paar maanden op zijn minst een goed inzicht in krijgen. Dus in oktober, november gaan we dit finaliseren. Wat zijn nu precies de specifieke uitdagingen? Als wij een zoekactie doen op onze kaarten, dan zit je met dat spatiaal gegeven dat enorm belastend is voor onze servers. Als wij in dit gebied zeggen van, ja, geef mij eens een paar fietsroutes, dan bedoelt een gebruiker, geef ze mij een beetje verspreid. Dus wat er technisch gebeurt vandaag, is eigenlijk een spatial search hier, een spatial search daar, een spatial search daar. Dus dat zijn allemaal searches die gebeuren en dat is een enorm zware belasting op onze servers. Daar moet je alles aan Pieter over vragen straks, waarom dat zo is. Maar dat is één van de aspecten. Elasticsearch biedt ons daar heel wat mogelijkheden. Een tweede punt, in Postgres gebruiken we altijd het beginpunt van een route en het eindpunt. Simpelweg omdat nog meer punten verzamelen veel te belastend is. Een eindgebruiker die bedoelt eigenlijk, als je zegt van, geef mij eens routes in Gent. Voor mij mogen ze gerust langs Gent passeren, stoppen in Aalst en daar weer beginnen in Aalst. Dat vraag ik u eigenlijk. Dus dat is één van de aspecten die we zeggen van, ja, dat wil ik.
Een tweede ding is van, hoe sorteren wij hier die routes? Daar willen wij graag allerlei dimensies gaan instoppen. Niet alleen ons scoresysteem dat je hier met die sterretjes hebt, maar ook bijvoorbeeld hoe populair is die route. Misschien geven wij u maar 3 op 5 als score, maar missen we iets en is uw route enorm populair de laatste maanden. Een typisch voorbeeld is als je hier zou zeggen van de Ronde van Vlaanderen. Dan bedoelt iedereen de Ronde van Vlaanderen van 2016, maar dat geven wij niet in. Dus wij geven dan de Ronde van Vlaanderen en daarmee bedoelen wij degenen die nu meest populair zijn en meest recent. Dus die parameters wil je erin steken, wat we ook niet zomaar standaard kunnen doen binnen een Postgres-omgeving, maar wel wat blijkt in Elasticsearch een mogelijkheid te zijn. Wat doen wij nog typisch? Voorbeelden van die special search. Wij hebben een route, maar wij willen dat voor ons businessmodel koppelen aan overnachtingen. De vraag is, welke overnachtingen bieden wij hier aan? Klassiek, wat speciale databanken of klassieke databanken doen, is in het beste geval u zeggen van, kijk, in dit vierkant laat ik er u zien. Maar ik wil geen hotel hier als mijn route daar passeert. Ik wil eigenlijk een buffer van speciale queries langs die buffer. En buffers, dan beginnen database jongens te huiveren. Dat is een heel lastig ding om dat heel snel te doen. Elasticsearch heeft daar op basis van geohashing mogelijk goede oplossingen. Nog altijd verder voorwaardelijk spreken. Dus dat is een aspect waar we zeggen, van, ja, dat is wel essentieel, want anders kunnen wij u geen goede service bieden. De opportuniteiten zijn er natuurlijk ook. We vertrekken van, kijk, dat zijn de lastige dingen die wij vandaag al zien, dus doe alles maar een factor 100. 100 in bezoekersaantallen, 100 in content. En dan is de vraag van, blijft dit nog werken? Maar nog veel belangrijker is, het is een enorme competitie in de wereld op dit soort toepassingen. En we willen daar natuurlijk sterk staan. Welke zijn de nieuwe opportuniteiten? Welke soort functies kunnen wij aanbieden dat anderen niet kunnen aanbieden? Dus dat is ook een van de aspecten. Er zijn al een paar zaken uitgekomen en we gaan nog een verdere brainstorm sessie met sizing servers doen. Van ja, wat denken jullie nog allemaal uit die technologie te kunnen halen? Elasticsearch, maar ook alle andere toeters en bellen. Waar je zegt van ja, maar pas dat ook eens toe en dan ga je nog wat kunnen doen. Typisch voorbeeldje, als ik veel routes maak en ik woon in het Pajottenland, dan ben ik wel geïnteresseerd als misschien mijn buurman die ik nog niet ken, ook daar routes aan het maken is en dat ik zie van, tja, we zitten hier in dezelfde regio en jij maakt mountainbike routes en ik maak mountainbike routes. Dit soort queries wil ik heel snel gaan weten. Typisch een ruimtelijke database query die ik moet gaan doen. Net hetzelfde een horecazaak. Een horecazaak wil weten van, hoeveel wandelaars passeren hier langs mijn horecazaak? Misschien moet ik mij oriënteren op wandelaars en zoals mijn vriend, die is een motorrijder, heeft een bed and breakfast. En natuurlijk promoot hij motorrijden, maar misschien is het hem totaal fout. Dus hij vertrekt natuurlijk vanuit zijn situatie. Dat soort informatie is heel krachtig. En hoe sterker onze community wordt, hoe beter dat wij dat kunnen gaan doen. Al die analyses wat je daarnet zag, van iemand maakt een route. En wij kunnen nu daarbij vertellen van, je maakt die route, of dat nu op Google is of OpenStreetMap, het zal mij worst wezen, dat is niet de meerwaarde van ons platform. De meerwaarde van ons platform is dat we je daar ongelooflijk veel informatie kunnen bijgeven. Dan kom je bij een ander project waar we mee bezig zijn, dat Semantic Web verhaal, waarin dat je zegt van, ik wil eigenlijk alles kunnen snappen en combineren, zodanig dat ik zeg van, die route die jij gemaakt hebt, in dit geval op OpenStreetMap. Ik kan u daar vertellen dat het daar een fantastisch mooi landschap is in de buurt en dat er daar weinig verkeer is, bijvoorbeeld. Of dat er zelfs een onderbreking is op dit moment rond die situatie. En daarvoor moet het natuurlijk allemaal heel krachtig. Een mooi voorbeeldje van Brouwerij Lindemans in mijn buurt is de klassieke vraag dat jij wil vertellen van langs Brouwerij Lindemans. Dit zijn de toproutes in mijn buurt. Het is een verschrikkelijk lastige query om te doen met standaard Postgres. Het is een heel performante query die we met Elasticsearch vandaag kunnen al doen. Om maar een paar voorbeeldjes te geven. Uiteindelijk kunnen we hier nog niet veel vertellen over de resultaten van onze studie, maar daarvoor graag rendezvous binnen enkele maanden. Maar misschien moet je zo lang niet wachten, want we doen ook mee aan Open Bedrijvendag, dus kom eens langs. Want wat ik hier vertel heb in 5 minuten, dan gaan we daar uitvoerig toelichten. En dat is op 2 oktober, dus van harte welkom. Maar voor het meer technische verhaal moeten we afspreken binnen enkele maanden. Vragen? Dus in de zin van dat precies, in de plaatsen met
Ja, maar vandaag is dat nog niet ons businessmodel. We hopen dat het ooit zo wordt. Het basisbusinessmodel uit het verleden was van uit ons informatie maakten wij digitale kaarten die je op Garmin kon zetten of op een GPS-toestel. En ja, daar, om u een idee te geven, dat werd verkocht aan €140 per kaartje. Dat is vandaag al ondenkbaar. Ondertussen is de Open Street Streetmap kaart uitgekomen aan €0. Dus heel die markt is ingestort voor alle databasebouwers. Nu, dat zagen we al een tijdje aankomen. Ik denk dat die wel nog gaat terugkeren. Want die GPS-bouwers gaan ook moeten concurreren met elkaar. En vandaag zijn ze aan het concurreren op prijs. Prijs en service. Wij hebben ongelooflijk veel klachten van mensen die een Mio kopen, stoppen daar een OpenStreetMap kaart in, gaan naar Italië en rijden door een bos met een chique tubicus en ze worden daar heel boos om. Maar dat is vandaag de situatie. Mio is nog altijd overtuigd van, het zal nog altijd voor €0 zijn, we zullen wel straks zien met kwaliteit. Maar we denken dat dat wel gaat terugkomen. In de tussentijd hebben we gezien van al die services die wij aanbieden op onze site, bieden wij ook aan organisaties die daarin geïnteresseerd zijn. Onze grootste klanten, Sport Vlaanderen is daar bijvoorbeeld, Blozo is daar een grote klant. Alle mountainbike routes worden via ons platform beheerd. Met allerlei partijen over heel Vlaanderen. Dus die maken allemaal die mountainbike routes. Die worden geconsolideerd centraal en gevisualiseerd zowel op onze site als op de website van Sport Vlaanderen. Maar ook al bijna alle toeristische diensten hebben een link met ons of werken met een stukje van onze functionaliteit. En dat is dan software as a service model waar we op zitten. En dan voor onze eindgebruikers. Nog vertellen dat er een enorme shift is van vroeger was iedereen, we gaan allemaal onze eigen app maken, we gaan allemaal onze eigen website maken. Ondertussen is er al een shift gekomen van nee, ik ga platformen gaan gebruiken die goed zijn in een bepaald ding, ik zal mij daar wel op enten. Dat is echt een shift in het businessmodel dat de laatste 5 jaar gebeurd is. En daarom hebben we ook binnen onze website nu kleine sub-sitejes gemaakt waar bijvoorbeeld een toeristische dienst van Oosterzeelen die klein is, hun ding kan doen, maar ze hoeven niks op te zetten, want ze hebben geen webdevelopers of ze willen daar niet investeren. En dan het laatste model dat we sterk aan het uitwerken zijn, is het freemium model voor onze eindgebruikers. Waarbij we dan zeggen, met een freemium model heb je een aantal leuke functionaliteiten meer. Maar dat hebben we gelanceerd de laatste 2 maanden. Dus dat is zo in een notendop ons businessmodel. En natuurlijk advertenties, hè, die je ook zal zien verschijnen. En hebben de mensen betalen? Voor de app hoef je niks te betalen. We hebben een basismodel dat gratis is voor iedereen. En dat is belangrijk, want onze belangrijkste klanten zijn bijvoorbeeld horecazaken en toeristische diensten. En de bedoeling is, als zij al betalen, kunnen zij aan iedereen zeggen van en je kan gratis het platform gebruiken. Wat je zal zien is van geavanceerde gebruikers die zeggen graag van ik wil bijvoorbeeld geen advertenties of ik wil een route kunnen omdraaien of ik wil 6 routes kunnen combineren. Dat is geen doorsnee gebruiker. Maar bijvoorbeeld een route op jouw smartphone zetten, dat kan gratis. Een horecazaak die betaalt dan bij ons bijvoorbeeld voor een contentcode. Als je dan douceur in heeft, dan krijg je automatisch de routes van douceur. Dus dat is het model, maar de eindgebruiker betaalt niet. Dat is het principe. Behalve voor zijn eigen extra functionaliteiten of haar extra functionaliteiten. Dank u wel.